De zaterdag die is eigenlijk toch een beetje ingedeeld voor hier bij de molen. Ja, er zijn. Ik ben de vijfde keer Noorlander, maar het bleek dat er op een gegeven moment. Dat er 28 Noorlanders op 23 molens gezeten hebben in Zuid-Holland. Dus er zijn er best een aantal. Ik ben zelf op 31 juli 1970 in de Kinderdijk bij Jaap de Vries begonnen met malen. En dat was eigenlijk dat mijn opa ziek werd en dat oma Dirk daar was. En toen mocht ik daar wel gaan draaien, maar ik werd eigenlijk door Cor Noorland even in de gaten gehouden. Volgens de provincie, want die draaide toen op de vierde. En dus op een gegeven moment toen ben ik daar gaan draaien. En het andere jaar heb ik vanuit de provincie een officiële uitnodiging gehad om daar te gaan draaien. En ja, dan hoor je aan mijn verhaal natuurlijk, want ja, mijn vader is op de sluismolen geboren. En die zijn in 1932 naar de achtkanten gegaan, want daar zat een vrijgezelle man. Die was, ik denk ook van, joh, als jullie nou hierin komen, dan hebben jullie wat meer ruimte. En dan word ik ook mooi een beetje nagelopen. Dus ja, dan hoor je verhalen dat er een polderbestuur twee keer in een jaar hier kwam. En dan was er nog eens een baasje die zegt op een gegeven moment: hey Kees, hoe lang staat die oude kast hier nog? Hij zei: nou, langer als dat jij leeft. Ja. En toen heeft hij me eigenlijk met zijn vinger maar naar het team weggewezen en zeggen dat die man van het pad af was gegaan. Ja. En zo waren er ook andere spreuken. Als het een beetje wind dag op te geven, dan. Dan zei ze, mijn opa, van ja, moeder, zet de knopen maar goed vast aan mijn jas, want het zou wel gestormen. En dat waren allemaal van die spreuken die er waren. Dat was ook zo dat ze zeiden van, joh, er is geen zaterdag zo kwaad of de zon die schijnt vroeg of laat. Maar dat was allemaal ja, toch wel weer dingen die erg leuk zijn natuurlijk. En zo heb je allemaal aan de verhalen van vroeger. Zo. Hier zijn we in de kap. De molen die moet je altijd een keer stil kunnen zetten en dan noemen ze dat de vang. En dan zitten er om het bovenwiel zitten er een paar grote klossen om. En wat je dan op een gegeven moment hebt is dat die, als je hem stil wil zetten, zit hier een sabelijzer met een haak erin. Dan geef je een kort drukje, die zakt die balk naar beneden. Die neemt die banden boven. Neem je die mee en daarmee kom je tot stilstand. Ik zat hier op de molen, toen kwam er een fotograaf die kwam uit Rotterdam vandaan met de fiets. En toen kwam hij bij de Kortlandse molen en daar draaide Cor Noorlander. Toen kwam hij bij de Kooiwijkse molen, daar draaide Rinus Noorlander. Toen kwam hij bij de Broekmolen, daar draaide Jan Noorlander. En toen kwam hij bij de Achtkanten en daar draaide Dirk Noorlander. En toen kwam hij hier en daar was Kees Noorlander. Hij zei, nou zou ik eigenlijk wel willen weten, zegt hij. Zijn er nou nog andere molenaars als Noorlanders ook? Ik zei, nou, het is heel toevallig, maar het is toevallig allemaal gaat. Dus ja, dat zijn toch dingen die blijven toch een beetje in je geheugen zitten. Ik ben Kees Noorlander, 66 jaar. Ik ben molenaar op de Oude Weteringse Molen in Streefkerk. En ik ben de vijfde Kees Noorlander die zeg maar op rij molenaar is binnen het geslacht Noorlander.